Ik ben Wende Snijders. En ik ben Rijer Zwart. En wij hebben net opgetreden. In Kuik. In Kuik. En het is vandaag 7 maart. 2008. 2008. En we hebben het ontzettend... Tenminste, ik spreek natuurlijk niet voor jou, hè. Maar ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja, ik ook. Ik denk dat de zaal ook heel leuk vond. Ik ook, want de zaal wilde een toegift. Ja, en sterker nog. Twee toegiften. En toen zeiden we, nou dat vinden we te gek. En toen zijn we toch overgehaald om het toch te doen. Leuk was dat. Ja, dat was heel leuk. En nou ja, we zijn tot en met eind april aan de tour. En we zijn begonnen in 2 november. En het wordt steeds beter. En doordat er allerlei omstandigheden zijn geweest, heb ik heel veel... wisselende combo's. En vandaag deed Rijer Zwart mee. En toen was ik zo ongeconcentreerd om hem in de aankondiging als Guus aan te kondigen. En daar schaam ik me dood voor. Maar voor helemaal niet erg. Nee, maar ik wel. En ik heb daar 3 nummers lang, heb ik me daar helemaal kapot voor geschaamd. Dus dit is Rijer Zwart. Okay. Ja. En hij speelt ook bij Alex Roeka. Ja. Pijnvol. Ik speel heel graag ook met Wende. Ja. En ik vroeg hem net, wat is je lievelingsliedje? Ja, en toen zei ik, die begin van die aarde. Precies, dat is het Zuid-Afrikaans lied, wat door Anke Krog is geschreven. En er zijn meer mensen die dat vinden. Precies. En dat is eigenlijk ook mijn lievelingslied. En La Fleur d'Istanbul is ook mijn lievelingslied. Nou, dan gaan we nu maar heel veel drinken. Ja. Ja, of tot de volgende keer. Kijk, tot bedankt. Kijk, bedankt. En tot ziens. Tot.